Dit is lijden. Maar dit is ook lijden. Als het aan wethouder Ashley Noord ligt, gaat dat veranderen. Leiden heeft een van de mooiste binnensteden van Nederland en daar willen we ook optimaal van genieten. Dus we willen de leefbaarheid van de binnenstad vergroten, we willen de binnenstad groener maken, het verkeersveiliger maken. En daarom willen we de schaarse ruimte die we hebben zo goed mogelijk benutten. En dus ook wat ruimte terugwinnen op de auto, zodat we het kunnen vergroenen en prettiger leefbaar maken. Zo moet de binnenstad vooral een wandelgebied worden waar alleen auto's mogen komen om te bevoorraden of die van bewoners. Wat er heel mooi aan is, is dat vooral met de markt en zo en alles eromheen, als het hier druk is, dan heb je gewoon lopende mensen. Dat is veel fijner, al het verkeer, dat is niet handig. Bezoekers aan de stad moeten hun auto in parkeergarages zetten, waardoor parkeerplaatsen in de binnenstad weg kunnen. We staan hier op de Oude Rijn en dat is typisch een voorbeeld waar we gewoon te veel willen op een te kleine ruimte. We hebben een hele smalle stoep, auto's moeten er langs parkeerplaatsen, we willen er ook groen. Dus deze willen we inderdaad, deze straat willen we autoluw maken, parkeerplaatsen daar opheffen. Bewoners kunnen in de omgeving blijven parkeren, zodat ze toch de auto in de buurt van huis kwijt kunnen, maar de leefbaarheid hier echt toe gaat nemen. De bewonersvereniging is blij met de plannen en het ziet er ook geen probleem in als je auto bijvoorbeeld een kilometer verderop geparkeerd staat. Is dat zo erg, een kilometer lopen? S'avonds in mijn eentje? Nou, er zijn hier genoeg verlichting, er is hier genoeg verlichting, dus een kilometer lopen s'avonds, sorry hoor, daar schrik ik niet van. Wat ook echt gaat veranderen is de weg van het station naar de stad. De poort naar onze binnenstad. Maar helaas op dit moment best wel verkeersonveilig en ook totaal niet aantrekkelijk. Dus daar willen we heel graag wat gaan doen. Bussen eruit en omleiden en groen erin is het plan. Alle plannen tezamen stemt de vertegenwoordiger van de binnenstadsondernemers voorzichtig optimistisch. Maar we hebben inderdaad ook een aantal voorwaarden. En de belangrijkste is eigenlijk dat ondernemers moeten kunnen blijven ondernemen. Dat hun bedrijfsvoering niet in gevaar komt. Daarnaast pleit het centrummanagement voor een campagne waarin duidelijk wordt gemaakt waar de bezoeker van de stad nou wel kan parkeren.